Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve tweelingen voor midden oktober tot midden november 2024. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier een algemene reading doen waarbij ik professioneel, financieel en de liefde ga bekijken voor de komende periode. Ik ben nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga hier een uitbreiding voor maken van ongeveer een half uur, waarbij ik overal nog extra kaarten ga leggen en in de liefde een splitsing ga maken tussen de singles, de koppels en de gecompliceerde connecties. Dus mocht deze reading voor jou resoneren en wens je meer informatie, de link vind je in de beschrijving van deze video. Kijk je twee of meer uitbreidingen iedere maand, is het wellicht interessanter om een abonnement te nemen via mijn website. Dan krijg je toegang tot alle uitbreidingen voor €8,80, dus dat is nog niet eens voor twee uitbreidingen. Kijk ook terug naar september, oktober. Wellicht krijg je daar nog extra boodschappen. En 2025 staat nu allemaal online en jullie reading was werkelijk waar magisch. Dus love is in the air. Dat was echt, ik geloof je, in tweelingzielen, ze komen bij elkaar. Het was een fantastische reading, dus kijk daar zeker naar. Wens je een persoonlijke reading, ben ik ook te boeken voor een privé reading. Alle informatie vind je op mijn website www.soulsearch.be. We gaan het zien. Oké, ze willen spreken voor mijn lieve tweelingen voor oktober, november. Een steuntje in de rug. Je staat er niet alleen voor. Ik heb hier iemand die je net dat duwtje geeft, dat setje geeft, zodat je vooruit kunt. Een steuntje in de rug. En cadeautjes geven en ontvangen. Nou, ben je niet jarig, is het nog geen kerst, maar jij krijgt cadeautjes. Deze kaart spreekt ook wel over dat er een balans is tussen wat je geeft en wat je ontvangt. Het kan zijn dat je hier een cadeautje krijgt uit onverwachte hoek. Oké. Leren ontvangen. Wees ontvankelijk voor de cadeautjes van het leven. Oké. En een steuntje in de rug. Oké. Goed, professioneel of alles wat met het doen te maken heeft. Voor mijn lieve tweelingen, wat is de belangrijkste energie voor midden oktober, midden november 2024? Professioneel. Dan neem ik dit op, zijn we de 10e oktober. En ik ben precies 4 jaar geleden begonnen met mijn YouTube-kanaal. Dus toch wel een mijlpaal, 4 jaar. Ik denk dat ik nog nooit iets zo lang heb gedaan, 4 jaar lang. En nog steeds even gemotiveerd. Dus dank jullie wel dat we dit al 4 jaar mogen doen. En abonneer je als je mij wil blijven volgen. De zon, ondersteboven. Mijn lieve tweeling, houd de schijn een beetje voor. Nee, alles gaat goed. Toch niet helemaal. Dus, oké. Het kan zijn dat je jezelf een beetje hebt overschat. Te veel hooi op je voorhoofd hebt genomen. Oké, we zullen het zien. Financieel, wat mag ik weten? Financieel, alles wat met het hebben, materieel te maken heeft. Financieel hebben we de 7 van kelken. Opties, dromen, mogelijkheden, maar niet kunnen kiezen. We hebben hier een verwarring. Welke droom willen we nog najagen? Waar wil ik mijn energie nog in steken? Mijn geld, mijn tijd. Dromen, opties, maar niet kunnen kiezen. Oké, en de liefde. En de liefde. En voor mijn lieve tweelingen. Dat zijn dus veel te veel. De toren ondersteboven sprong er wel uit. Dus wellicht gaan we drastische veranderingen aanbrengen. Met een ingecalculeerd risico, wat mag ik weten, in de liefde. Van mijn lieve tweelingen. Dank u. De keizerin. Ondersteboven. Stierenergie. Of dan wel weegschaal. Hier ondersteboven, ik heb hier een vrouwelijke energie, een moederfiguur. En dat kan jij zijn, die in je vrouwelijke energie zit, ook al ben je een man. Hier ondersteboven kan het zijn dat we wat onzeker zijn over het financiële. Over een bepaalde stabiliteit. Soms kan dat spreken over een scheiding. Of een instabiliteit van iets dat we op langere termijn hebben opgebouwd. Soms spreekt dat over emotionele problemen. Iemand die hier wat onzeker is. Over het imperium dat we hier gebouwd hebben. Ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Voor mijn lieve tweelingen. Die de schijn voorhoudt, professioneel of in het doen, verklaar de zon ondersteboven. Het is toch niet helemaal het ultieme geluk hier. We doen alsof, of dan wel. We hebben onszelf overschat. Te veel hooi op de vork genomen. De maan hier, ondersteboven. Jij manifesteert hier een nieuw begin. Maar misschien overschat je jezelf inderdaad. Of dan wel. De 6 van zwaarden. Manifesteer je hier een nieuw begin, maar je twijfelt een beetje aan of het wel haalbaar is. Of je dit wel
kunst creëren. En daardoor manifesteer je dus met angst. En let op, want dan creëer je die angst ook. Soms kan dat spreken over een manipulerende energie of iemand die gebruik maakt, ja, de dingen naar eigen hand draait. Zeg je dat zo? Met de 6 van zwaarden, we varen naar rustige waters. Oké, je gaat het hier wel helder hebben wat je wilt en hoe je het wilt. Je hebt hier je gedachten op 1 lijn. Je weet wat je wilt en daardoor vaar je naar rustige waters. Sommigen varen we weg van een misleidende, manipulerende energie. Ik heb de 3 van kelken. Ik heb hier iets te vieren. Het samenkomen. Misschien is dat steuntje in de rug van een kennis, een vriend, vriendin. Iemand in je omgeving die je inderdaad dat steuntje geeft van, oh, maar je kunt daar werken. Of je kunt daar naartoe. Of je kunt het zo doen. Of we gaan het samen doen. Met de 3 van kelken. Mm-hmm. En de maan. Ondersteboven. Ja, ik heb nieuwe stabiliteit. De maan ondersteboven, een beetje verwarring. En die verwarring heb ik ook in het financiële. Weet je niet welke richting je op wilt? Je gaat het helder krijgen. Wellicht doordat je erover praat met mensen om je heen. Of heeft er iemand een lumineus idee voor jou? Wat willen we hebben? Wat wil ik verklaren? Allemaal. We kijken naar die magier. Verklaar de magier. Manifesteer je hier met angst? Of hebben we een manipulerende energie in de omgeving. De 2 van pentakels. De geliefde. Nou, dat ben jij. Je bent hier een keuze aan het maken vanuit je hart. Een juiste keuze. Maar daardoor, misschien ben je bang om, als je daarvoor, ja, voor het financiële, dat je een financiële balans verliest. En daardoor, let op, want dan manifesteer je dus ook het verlies daarvan. De 2 van pentakels. Je bent aan het goochelen, aan het multitasken geweest. En een beetje uit balans, misschien te veel gegeven, te veel balletjes in de lucht gehouden, jezelf overschat. En om de juiste te doen, de juiste beslissing te nemen, om hem terug in balans te komen, moet je misschien een balletje loslaten in activiteit, een nevenactiviteit, om je te focussen op iets, 1 ding. En wellicht heeft dat financiële gevolgen. Ja, mag ik er nog eentje? Willen we zelfstandig iets doen, maar zijn we daarvoor bang voor het verlies van de financiële balans? Dat kan. Gaan we ook allemaal niet doen. Ik heb wel hier stabiliteit en overvloed. Ik heb een heel stabiel bedrijf. Of dan wel iets dat je creëert dat een nalatenschap zal worden. Grote investering kan dit zijn. Dan zijn we een beetje bang dat het niet de juiste investering is. Met de geliefde heb ik wel degelijk de juiste keuze. Want het is een keuze die je maakt vanuit het hart. Mag ik nog 1 kaart voor de magier? Dus manifesteer niet met angst. Jij kunt alles. Jij bent de magier. Je hebt alles in eigen hand om je eigen realiteit te creëren. Nee, ik krijg het niet meer. Maar waarom dan de overweldiging met de maan? Verwarring, overweldiging. Heel veel gevoelens en emoties. Angsten die boven water komen. Durf je niet, maar heb je daardoor de steun van iemand die wel in jou gelooft of die jou daarbij helpt? Dat kan. Ik krijg precies geen... dank u. De koningin van kelken, de hoogpriesteres en de 8 van kelken. We zijn bang hier om iets achter te laten. Een plek, een persoon, een situatie, een job. Het is best wel emotioneel om dat achter te laten, precies. Ik heb heel veel gevoelens, maar overweldigende gevoelens. Ben jij hoogsensitief? Dat kan. Dat je zo de energie van iedereen opslurpt en je komt, ja, daardoor... Is het tijd om misschien inderdaad dat achter te laten voor iets dat veel beter bij jou past, bij je hooggevoeligheid? Dat kan. En met de hoogpriesteres, je voelt je heel erg geleid door je hogere zelf, door het spirituele, je intuïtie. Je weet wat goed is voor jou en wat niet. Je geeft hier ten koste van jezelf. En het is tijd om iets achter te laten. Maar het overweldigt je een beetje. Ik heb verwarring van, ja, maar ik hou de kop, ik ga vast. Nee, je gaat dat loslaten. Voor heel veel stabiliteit. Een stabiele job, een stabiele plek. Oké. En daarbij heb ik dus inderdaad steun van mensen om je heen. Dus praat erover. Spreek je angsten uit. Want op de een of andere manier door ze uit te spreken zijn ze al precies behapbaarder. Minder en angsten, ja, sowieso. Niet reëel. Die hebben we al gedaan. Waar zijn... Ah, hier. False fear. False evidence appearing real. Dus spreek ze uit. Volgens mij... Weet je, mensen die wel in jou geloven en je willen helpen. Goed, financieel hebben we verwarring,
opties te over. En we weten niet welke ster, welke droom we na willen jagen, welke job, welke plek, welke persoon. We klaar deze verwarring. Niet zo ver. De prins op het witte paard, de zes van Kelken. Heel veel gevoelens hier. Oké, ik heb hier wellicht iets of iemand dat jouw kant op komt dat de verwarring brengt. Dat kan iemand uit het verleden zijn dat je dat terugkomt. Dat kan professioneel, maar dan is het iemand met wie je wel een bepaalde emotionele klik mee hebt. En de gerechtigheid. Ik heb hier de prins of prinses op het witte paard. Dus dat kan gewoon goed nieuws zijn financieel. Een aanbieding, een verontschuldiging, een verzoening. Goed nieuws, maar daarvoor staan we voor een keus. En wat jij hier gaat doen, want ik heb op zich wel de besluitvaardigheid met de gerechtigheid, weegschaal, energie. Je hebt het wel duidelijk. Misschien dankzij iemand die zegt van kom, we gaan het samen doen. Of nemen we hier een hele eigenwijze beslissing dat het juiste is voor jou. Niet van de rest van de wereld. Heb je daarvoor altijd te veel rekening gehouden met anderen en ben je daardoor uit balans geraakt? Veel te veel voor anderen gedaan, veel te goed voor deze wereld. Is het tijd om nu een eigenwijze beslissing te nemen, juist voor jou? De gerechtigheid ondersteboven kan soms spreken over een onrechtvaardige uitspraak. Een niet eerlijke beslissing, iets dat niet eerlijk aanvoelt. Ga je daardoor je hart volgen? Andere kant op, dat kan. Ik heb eerder het gevoel dat jij deze koppige beslissing zelf, het juiste doet voor jou. Verklaar de prins op het witte paard, de ridder van Kelken. Zeg, kan jij zijn die je hart volgt? Dus je komt hier wel uit je verwarring. Maar ook weer hier, dankzij informatie die aan jouw kant op komt, een soulmate connectie. Een cadeautje van het universum. De kracht, leeuw, energie. Een aas van pentakels, een cadeautje, een financiële meevaller, een job, een aanbieding. Een gouden kans. Het gaat je kracht kosten. En de vier van staven. Bam. Nou, voor sommigen heb ik hier de gouden ring. Voor sommigen gaan we hier trouwen. Hebben we een baby, gaan we naar de volgende fase. Een nieuw huis, dit is stabiliteit. Een nieuwe plek, een job dat aangeboden wordt. Ik weet niet waarom het gaat je kracht kosten. Moed, lef en durf. Of het heeft deze prins of prinses op het witte paard lef gekost om dit aanzoek te doen, deze aanbieding, deze verzoening aan te vragen. Ja. De stap te zetten. Verklaar toch de gerechtigheid. Ik weet dat ik dat misschien niet moet doen. Maar eigenwijze beslissing of onrechtvaardige uitspraak. Dat is natuurlijk net wel wat anders. Het oordeel, ondersteboven. Boom. Kan het de verkeerde beoordelen? Nee, dat ben jij. Och, dat ben jij. Ik heb die koningin van zwaarden zoveel gezien de laatste weken. Wij zijn echt rationeel, keihard. We weten wat we willen, wat we waard zijn, hoe we het willen en wat ons niet meer dient. Tot hier en niet verder. Dus als iets niet in balans is, zeg jij, stop hier. Ik ga mijn eigen weg, samen met, dat kan. De dwaas is een sprong in het onbekende. Als we ergens vastzitten, dat niet werkt, dat frustratie met zich meebrengt, dat niet in balans is, het stopt hier. Met de acht van staven, we communiceren daarover. Het gaat snel, een beetje te snel, een beetje impulsief hier. En het creëert een beetje chaos, een beetje stress, want er gebeuren veel dingen tegelijk. Het is een belangrijke beslissing. Voor een heel nieuw begin, project, plan, gepassioneerd iets. Creatief, ondernemend. Je neemt de juiste beslissing. En dat doen we samen met een soul tribe energie. Met een soulmate. Dus ja, voor mij komt er informatie aan jouw kant op, waardoor je een eigenwijze beslissing kunt nemen. Een aanbieding, een aanzoek, een verzoening. Het kost kracht. Om knopen door te hakken hier. Verzoening, kinderen, volgende fase, stabiliteit. Oké, en dan hebben we de keizerin in de leeuwen. Verklaar de keizerin. Voor deze liefde moeten daardoor knopen doorgehakt worden en grenzen gesteld worden. Daar gaan we. Ja, oh wauw. Oké, voor 2025 had ik het al. Misschien lopen jullie een beetje voor op schema. Dat kan. Of het feit dat ik het in oktober heb opgenomen, is het misschien nu al gaande. Dat kan. Maar ik heb hier een droom die uitkomt. Tot twee keer toe.
De negen van kelken en de ster, waterman energie. Er staat hier iets in de sterren geschreven. Een droom die uitkomt met de geliefde ondersteboven en de vier van zwaarden. De vier van zwaarden kan spreken over iemand die geen communicatie mee is geweest, heling nodig had, rust, vakantie, tijd voor zichzelf, dat nu klaar is voor de strijd. Dat kan jij zijn die inderdaad je even teruggetrokken hebt. Dat kan een persoon te zijn met wie je te maken hebt dat hier terugkomt naar een tijdje van heling. Dit is een droom die uitkomt. We zijn hier klaar om ergens voor te gaan, ergens voor te vechten, ergens voor te strijden. En met de geliefde ondersteboven, tweelingen energie. De duivel ook ondersteboven. Dat is wel mooi. Ja, voor sommigen moeten we een karmische relatie beëindigen voor een droom die uitkomt. Dat kan. Er is een disbalans namelijk. De ene geeft meer dan de ander. De communicatie loopt een beetje stroef als dit een gewone soulmate connectie is. Of gewoon sterke soulmate. Ja, ik wil van alles weten. Verklaar de geliefde ondersteboven. Waarom? Ondersteboven. Misschien omdat er een van de twee nog in een helingsproces zit. En daarna zijn we klaar voor de strijd en dat wordt overwonnen. Dan is het echt inderdaad een tijdelijke ondersteboven moment. Een tijdelijke disbalans binnen een relatie. De geliefde, de trage ridder, de negen van kelken en de negen van zwaarden ondersteboven. Ik heb hier inderdaad een aanbieding, een aanzoek. We willen stappen vooruit zetten, langzaam maar zeker doordacht. We willen tijd en energie investeren hier. We willen ergens aan werken. En we weten dat het tijd gaat kosten. We doen het langzaam en doordacht hier. Als dit een nieuwe connectie is, doen we het langzaam. Want misschien moet iemand nog een beetje helen. Misschien zit er nog een ex-partner in de omgeving waar... dat kan wat een kleine teleurstelling geeft. Of dan wel, ik heb hier een soulmate connectie, maar misschien wil de ene sneller dan de ander. Want ik heb hier de traagste ridder, ook al is dit een droom die uitkomt. En liggen we niet meer wakker, dit is betere tijden. Ik heb hier positief iets, positief nieuws. We gaan stappen zetten vooruit, groeien, ja. Maar misschien wil de ene langzamer dan de ander. En is dat een kleine teleurstelling? Er zijn betere tijden hier binnen een connectie. Omdat er heling plaatsvindt. Omdat misschien iemand zich even terugtrekt en heelt. En nu willen we rustig vooruit. Maar echt rustig. We weten dat tijd gaat kosten. Ook al is dit inderdaad een aanbieding van... Oké, laten we naar de volgende fase gaan. Maar langzaam. We gaan pas over een jaar de stappen zetten. Maar het kan. We gaan dat wel doen. Dan is dat zo... Jee, we gaan naar de volgende fase. Al pas volgend jaar. Jammer. Verklaar de ster. Dat is deze droom die uitkomt. Iets dat in de sterren geschreven staat. Oh, het was 18-18 toen ik keek. 9-9. Twee afrondingen. De koning van staven. Sexy koning. Leoran Boogschutter. Energie. Ondernemend. Charismatisch. Sexy en wel. Recht overeind. Dat zien we graag. Niet al te dominant en arrogant. De gehangene vissen energie. Ondersteboven. Wat is hier in de sterren geschreven staat, is dat iemand uit een vastzittende energie komt. Het licht heeft gezien. We hangen niet meer in limbo. We willen vooruit. Hier heb ik inderdaad iemand die keuzes had. En misschien nu wel helder heeft. Oké, dit is de juiste persoon. Dit is de juiste... plek, dit is... Ik heb het gevoel dat je dit niet echt ziet aankomen. Want ik heb eerst verwarring en vastzitten en dan moet er eerst geheeld worden. Voordat we een keuze kunnen maken, dat kan. En toch heb ik die keuze hier wel. Heb ik de droom die uitkomt. Dus wat hier in de sterren geschreven staat, is dat iemand zich uit een vastzittende energie brengt. En dan gaat een hele nieuwe wereld daardoor voor die persoon open. Dat kan professioneel zijn, hè? Voor sommigen is het inderdaad een juiste baas, een juiste onderneming. Of dan wel een zelfstandige activiteit. We gaan de dromen achterna hier. Ik heb hier iemand die het licht heeft gezien.
traag. Maar waar. Oké. Okay. Dus ja, een tijd van heling, waardoor we dromen na kunnen jagen hier. Wat is het advies voor mijn lieve tweelingen voor de komende periode? De vijf van pentakels, probeer hulp van anderen te krijgen. En dat steuntje in de rug heb ik. Je hoeft niet alles alleen te doen. Een slecht moment voor verandering van werk. Wow. Ik heb het toch wel. Je zorgen maken voor financiële zaken, ja dat wel. En maak je niet te veel zorgen, want dan manifesteer je ook het gebrek. De vijf van pentakels, er is verandering, materieel, financieel. Of dan wel, dit kan ook wel bindingsangst, verlatingsangst zijn. Dat hier geheeld mag worden, want we gaan naar de volgende fase. Dat kan. De twee van zwaarden. Besluiteloosheid houdt je tegen. Neemt het besluit dat het beste voor jou is, in plaats van anderen tevreden te willen stellen. En dat doe je. Je gevangen voelen tussen verstand en emotie. Laat het gevoel de overhand nemen hier. En loslaten. De dood. Schorpioen energie. Laat het verleden los. Een einde dat de weg vrijmaakt voor nieuwe mogelijkheden. Tijd om verder te gaan. Moving on. En die had ik dan weer in het professionele. Mijn lieve tweelingen, ik ga hier verder op borduren, want ik ben veel nieuwsgieriger dan dit. Ik wil weten wat die trage ridder hier komt doen. En ja, en deze prins heb ik al gedaan. Hè? De volgende fase ga ik zien. Dus ja, mocht deze reading voor jou resoneren, mag je mij volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Zo niet. Ik hoop dat je hier wel iets aan hebt gehad. Laat het me weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like als je hier nog bent, abonneer je. Klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier verder op borduren, de link beneden. Zo niet, ik wens je een magisch mooie periode toe. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.